Het Brabantse plaatsje Ez is al sinds 10 jaar bekend als vindplaats van graven uit de Romeinse tijd. Het graf dat in november 1960 werd ontdekt is het 7e in de reeks die hier werd blootgelegd. Dat er deze maal behalve archeologen ook genietroepen aan te pas kwamen had een bijzondere reden. Men wilde het graf namelijk in zijn geheel overbrengen naar de zetel van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort om het daar rustig te kunnen onderzoeken. Nadat men om het graf eerst een metalen wand had aangebracht, werd er een stalen plaat ondergetrokken die tevoren met vet was ingesmeerd om het glijden te vergemakkelijken. De trekkracht werd geleverd door een tanktrekker. Dankzij de medewerking van de genietroepen uit het bos die het graf inmiddels tot taart hadden omgedoopt, kon de stalen grafdoos van 22 ton, want dat was nu het gewicht geworden, met hijskranen op een oplegger worden geplaatst. Toen dat karwei achter de rug was, kon de tocht naar Amersfoort beginnen. In een gemeentelijke garage in Amersfoort werd het graf door archeologen eerst met schoppen millimeter voor millimeter afgegraven. De werkzaamheden werden door papier nauwkeurig bijgehouden. Met troffels schroef men vervolgens voorzichtig de voorwerpen uit, onder andere een kruikamfoor gevuld met vloeistof en bezinksel. Aangetroffen werd ook een zogenaamd deukbekertje van gevernist aardewerk dat waarschijnlijk gevuld is geweest met etenswaai. De aarde wordt zorgvuldig met een kwastje verwijderd waarbij de vorm steeds duidelijker zichtbaar wordt. De kraaltjes die in het graf gevonden werden hebben vermoedelijk deel uitgemaakt van een armband. In het laboratorium worden de kralen dan ingeregend tot het oorspronkelijke stuk zoals dit in het graf werd aangetroffen. Een bijzondere vondst is een brosje van brons belegd met bladgoud met aan de achterkant een soort veiligheidsspeld. Zeer kostbaar is ook de met veelkleurig glas en emaille versierde speld. Met behulp van de voorwerpen die in 10 jaar tijd in deze graven werden gevonden, hoopt men kennis op te doen omtrent het leven van de bewoners van het Brabant van rond 200 jaar na Christus.